Op wie sta je te wachten? Ik sta te wachten op de minister-president en de burgemeester. Zo, en waarom sta jij daarop te wachten? Omdat ik ze een hand ga geven. En ik ga ze hier zo verwelkomen in Zuidoost. Want je bent ook belangrijk hier, hè? Ja. Waarom? Vertel. Omdat ik kindervoorzitter ben van Stadsdeel Zuidoost. Oké. Ga je nog iets speciaals tegen hem zeggen? Nou, gewoon dat we alle kinderen van Zuidoost hier hem verwelkomen. En haar. Hi, ik ben Mark. Ik ben Mark. Hi, Mark. Niet, en daar wil ik een ken je haar blijkbaar? Oké. Collega. Jij bent de kinderstadsvoorzitter. Ja. Dus jij neemt het zeg maar over in onder schooltijd. Ja. En de rest van de dag doet zij het. Ja. Wat leuk. Ga jij met de minister-president? Nee, maar als je nou hier. Heel goed. Okay, gezellig. Kijk dan. Mijn naam is Jeannette. Dat is met peper. Oh, peper. Ja. Dan gaan we fris hoesten, vriend. Nee, mag ik jou alleen maar fit. U bent alleen maar fit voor de hele dag. Ja, oké. Ik wil zo drinken. Ik moet haar op taaien wat, want anders van haar is het. Er zit gember, limoen, maar dan is het ook lekker. Dan moet de staf ook even drinken. Ja, we hebben genoeg. De Zuidoost hebben over alles altijd genoeg. Ja, geweldig. Ja. Ja, hij is lekker. Lekker, hè? Je proeft de peper wel. Nou, wat wij vandaag hebben gemaakt voor de burgemeester, minister-president en de voorzitter van Zuidzeel Zuidoost. Een mooie stropdas en een paar mooie strikken. Ik heb bedacht van dat ze zich meer moeten integreren binnen Zuidoost en binnen de verschillende culturen binnen Zuidoost. En dat hebben we teruggebracht in iets van nu. Denk je dat ze het gaan dragen direct? Ze maken wel een mooie statement dat ze het dragen. Hallo. Leuk te zijn. We hebben dus een strik voor jullie gemaakt en een stropdas voor Oh, wauw. Mooi. Dat kan ik je helpen. Ja, maar deze doe ik aan bij de volgende reis als ik naar het Caribisch gebied ga. Mooi. Dat dan hoort hij. Hij doet het echt. Mooi. Ja, daar hoef je niet bang voor te zijn. Ja. Ik doe het heel raar. Dit is niet raar, dit is mooi. Wat heeft u opgestoken van dit bezoek? Nou ja, weet je, deze wijk is in verandering. Enorme transitie. Puur fysiek al, hè, wat er aan nieuwe gebouwen wordt neergezet, woningbouw, et cetera. En deze wijk is niet meer te vergelijken met het Zuidoost van 20 jaar geleden. Maar wat ik nou mooi vind is dat je ziet dat jongeren die een jaar of 10 geleden of 5 geleden zelf gebruik maakten van allemaal initiatieven op het gebied van toneel of wat het ook is om zichzelf te versterken, dat zij nu die energie gebruiken om weer de volgende generatie op te leiden. U hebt ook kennis gemaakt met de voorzitter van de kindercommissie van het stadsdeel? Whitney, fantastisch. Ja, ze moest nu andere verplichtingen, Jerry Savolk, ze moest naar dansles. Zo even druk als u? Ja, ze is minstens even druk, maar wat een geweldig charismatische mevrouw is dat. En wat leuk dat ze dat doet. Ja. U heeft ook nog wat gekregen. U heeft een stapje gekregen bij Society. Weet u nog wat het was? Ja, 3 stapjes gekregen. Nee, ik zou de naam niet kunnen herhalen. Maar ik heb wel ook een flesje meegekregen van de lekkerste. Maar er zaten hele bijzondere Surinaamse groentes in, pepers in, allemaal dingen die ik ook niet ken. Maar het smaakte heerlijk. Oh, heeft ze geproefd? Ja, ik kan het ook iedereen aanraden, want het is echt een fantastisch initiatief. 2 vrouwen die samen dit hebben opgezet en denk ik ook mensen stimuleren om gezond te leven. Ja. En u heeft een stropdas gekregen, absoluut. Maar u heeft hem niet aangedaan. Nee, ik heb hem voorgedaan, want dan moet ik deze helemaal af en een hoop gedoe. Maar dit is typisch een das die ik ga gebruiken als ik naar het Caribisch deel van het Koninkrijk ga. Wanneer is dat de eerste keer? Nou, ik was er 2 weken geleden op Curaçao, Aruba en Bonaire, maar dit is wel een soort das van gedragen gaat worden. Dus algemene indruk. Ook de Arubanen vast en de mensen van Curaçao en Bonaire. Ja, het kan zomaar zijn dat ik zo'n das daar draag. Met bijpassend pak? Of? Nou, dat is nog wel even een stap die we dan over te overwegen. Algemene indruk van Zuidoost, de mensen in Zuidoost? Als altijd. Ontzettend vriendelijk. Er zijn problemen, maar er zijn zoveel positieve dingen dat je daarmee ook die problemen kan aanpakken. En ik denk echt dat deze wijk de weg omhoog heeft en dat laten we niet meer los. Nou, Rutger is net ontvangen in Heesterveld, maar hier wacht hem een heel ander ontvangst, een warm ontvangst. Even kijken, vergeet ons niet.
Ja, een warm ontvangst, maar wel met een hele serieuze boodschap. Want dit is een wijk die sinds de wijk bestaat eigenlijk stelselmatig eigenlijk een beetje vergeten is. Dat kan natuurlijk niet. Dat doe je Vensterpolder zelf, hè? Vensterpolder, daar heb ik het over. En als je nagaat dat dit een wijk was, de graanschuur van Amsterdam, waar alle voedsel uit Amsterdam vandaan kwam om de hele bevolking van Amsterdam te bevoorraden, dat uitgerekend deze wijk nu zo wordt vergeten. Vandaar dus, vergeet ons niet. Oké, en wat zien we nog meer? Nou, dit is een overzicht van alle activiteiten die er zijn hier in Vensterpolder. Gilma is bijvoorbeeld iemand die ontzettend veel doet voor de jeugd, voor de kinderen, maar ook gewoon voor de vrouwen en de moeders. Ja, klopt. En ja, dus vanuit de wijk zelf gebeurt er veel, maar het mag ook wel gesteund worden vanuit Den Haag. Je zoekt steun bij Rutte. Nou, Rutte mag blij zijn als hij ons mag steunen. Dat we hier buiten al die mensen. Ja, dit is Zuidoost. Ja. Dit is ik kan zoveel vertellen over hoe mooi Zuidoost is, maar dit is het. Dit je is ziet het, je voelt geeft. Het. Ja. Dit is wat de sfeer geeft. En allemaal zo lief. En, ja. En ook, maar ook serieus. En ook serieus, ja. Ja, en Zuidoost. Ja, dichtbij. Dichterbij kan je hem niet zien. Maar dat gaat, nee, dat doe ik niet hoor. Nou, vallen, moeten we met een jaar. Ja, ja vind ik goed wel, zo, ja. Goed zo. Super. Goed zo. No, we don't do it here. Oh, ja. Leuk. Ja, nu moet je maar. Een braaf auto. Wat geweldig. It is very simple man. Very, very simple man. I really like it. Yeah. I like it. I couldn't believe it. When they told me the Prime Minister, I said no, they were joking. Uh-huh. But really, yeah, it turned out to be true. Okay, did, yeah. Did he say something to you? Oh, he said, yeah, this is Holland, this is how we are. Yeah. Compleet. Okay. Yeah. He's the mayor, hè? Ja. Tot ziens. Ja. Bye bye. Ja. Uiteraard. Goed te zien. Leuk te zien. Nou, gezellig. Was super zo. Ja, mooi. Een erg leuke dag. Ja. Ja. Oké. Ja. Oké. Zo, je kijkt nog even na. Hoe kijk je terug op het bezoek? Ja, goed. Ja, hij is echt ingeleefd op alle situaties hier. Zelfs de buurtkamer. Waar ook mijn zegje kunnen doen. De nieuwe ondernemers, ook andere kleine ondernemers, hebben ook mooi een zegje kunnen doen. En zeer geïnteresseerd, alle drie. Vroeg hij je nog iets? Vroeg hij nog iets? Ja, op een duur wel, want ik heb er gewoon tussen gewurmd. En uiteindelijk uitgelegd wat we hier doen. En dat ik inderdaad de enige betaalde kracht ben. En dat dit al 6 jaar, deze buurtwerkkamer al 6 jaar draait. En op alleen maar vrijwilligers, waar ik ook zeer dankbaar voor ben. En dat we wel elk jaar moeten knokken voor die paar rotcentjes die wij dan wel uit moeten geven. Want niks is gratis in het leven. Wat zei je toen? Hij zal er nou gaan kijken. Ik heb al gezegd, ik zal minder boos op u zijn. Dat heb ik echt recht tegen zijn gezicht. Ik zeg, Sam, je hebt toch een paar puntjes bij me verdiend, zei ik tegen Mark Rutte. Nou, dat vond ik toch wel leuk. Ja, ik denk, ik moet zeggen, want ja, soms ben ik ook heel boos. Maar hij doet het natuurlijk echt niet alleen, dat snap ik.